M&M. Wij worden hier vandaag ondergedompeld in de wereld van de bloemen. Bon, hier zijn we dan voor coiffeur for life, zeg maar. We zijn hier vanavond in Heus de Zolder en wij gaan... cocktails maken. B50, ja. Ik ben klaar, Eva. Ik heb nog een probleem. Sorry, ja. Goed zo. Als ik een beetje gedronken heb... Dan? Zie je beestjes. Alsjeblieft. Sorry, Reggie. Hé, maar dat is intensieve arbeid, manneke. Ik ben al moe na ene kop passen. Dat zijn als je hier zo 30 minuten doet. Dus op momenten zoals deze merk je wat, Eva? Dat ik eigenlijk een beetje een lompe vogel ben. Van die moet je gewoon drie in het pas stoppen. Voor al uw bloemen en planten, op maandagochtend of dinsdagavond, je adres. Je weet wijre, Peter van der Zijre. Het is echt keilpindend, Tom. Amai. Oh. Ik denk dat hij al bekwaam is voor dat allemaal te doen, toch? En dat zijn, zijn planten, of zijn dat bloemen? Perfect. Perfect. Wat jij had gedaan, was alles zo gekomen. Ja. We gaan niet, zijn haar gaat zo. Maar bij Justin Bieber kunnen ze dat ook. Waarom kunnen ze dat? Nee, Justin Bieber is met een pruik geboren. Ik denk dat ik dus effectief vrij ben om hier een soort eigen accent te leggen. Dat is dus een bloemetjeskaars for life. Ik ga het nog mesjes laten doen voor de feestdag. Alsjeblieft. Wat mag het zijn voor u? Alsjeblieft, gezondheid. 1000 euro. 1000 euro. Voilà, het was geweldig plezant. Dat wij er 2000 euro krijgen. Wat? Meen dat nu? Echt waar? We hebben nu op 3 uur tijd in dit kapsalon 2000 euro verdiend. 7000 euro heeft dat opgeleverd voor Music for Life. Voor de Age-Wees kinderen. Ik ben daar zeer tevreden over.